Valentijn, Memphis is niet van de partij. Wie is er in pole position om zijn plaats te gaan vervangen? Nou, ik denk dezelfde speler die hem, tenminste die zijn positie innam tegen Noord-Ierland. Dat is Donial Malen van PSV. Dat is eigenlijk de reservespits. Je hebt ook Luc de Jong, maar Luc de Jong is de pinchhitter. Breekijzer, dat heeft hij altijd zo gezegd. Dus ik neem aan dat het gewoon Donial Malen en die is in een bloedvorm. Dus die vulde het ook heel goed in tegen Noord-Ierland met Memphis aan de buitenkant. Dus ik denk dat hij gewoon spits zat. En dan is alleen de vraag wat hij aan de flanken doet. Hè. Bergwijn zal hij wel houden, maar wat gaat hij met Babel doen? Die werd natuurlijk gewisseld tegen Noord-Ierland. En laat hij Babel staan of gaat hij daar ook wisselen? En, ja, ik denk zelf dat hij hem laat staan. Maar ja, dat zullen we morgen zien. Er zijn twee posities, hè, waar Memphis kan spelen. Hij heeft natuurlijk een hele tijd in de spits gespeeld en na de wissel met Malen ging Memphis aan de linkerkant spelen. Omdat het moeizaam centraal was. En dan zie je dat hij bij momenten wat meer ruimte krijgt. Wat meer nog een vrijere rol vanuit de linkerkant. Nou, dat vulde hij heel erg goed in. En voor de rest zal iemand anders in de spits spelen. Frenkie, vandaag in de Spaanse media ging het over jouw statistieken bij Barcelona. De fysieke statistieken, dat hij bijna buitensaard zouden zijn. Voel je dat ook of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik weet ook niet. Ik heb het stukje wel gelezen, maar ik weet niet. Er stond ook een anonieme bron, dus dat is altijd maar de vraag, zeg maar, in hoeverre het waar is. Maar nee, ik voel me wel goed, maar dat voelde ik me vorig jaar ook al. Dus het is niet zo dat ik een groot verschil zie of wat dan ook. Завтра будет полный стадион у нас. Для вас это будет положительный момент или нет? И сложно ли играть при больших трибунах, или вы привыкли? Окей, нет. Wat voor indruk maakte Frenkie de Jong op jou tijdens de persconferentie? Vermoeide indruk. Een hele vermoeide indruk. Nee, gewoon de Frenkie de Jong die we kennen. En hij zei dat hij niet helemaal fit was, maar dat is denk ik een beetje een algemene algehele vermoeidheid, zeg je. En voor de rest hebben we daar geen omkijken naar. En als hij speelt zoals in de slotfase tegen Noord-Ierland, als hij dat hier de hele wedstrijd laat zien, dan hebben we helemaal een prima speler in het Nederlands elftal. Want ja, dan zie je wel als hij eenmaal de ruimte krijgt, dan kan hij het verschil maken. Maar ja, hij moet wel de ruimte krijgen. En als hij de ruimte niet krijgt, dan moet hij ervoor zorgen dat hij de ruimte krijgt. Of dan moet de rest van het team moet zijn taak overnemen. En dan komen we weer terug op, dan moet je wat doen op het middenveld. Want ja, je kan niet alleen afhankelijk zijn van Frenkie de Jong. Dus, en dan zal de bondscoach moeten helpen.